de rechterbocht door. Yuri C. en Run for Roses naast elkaar. Dan Jewish Toscana, die heel slim van de reling afgaat. En die gaat gelijk een spoortje door naar buiten. Ook die gaat zich bemoeien met het duel vooraan. Drie paarden nu bijna op één lijn, waarbij Yuri C. nog een keer versnelt. Yuri C., Jewish Toscana, daartussenin Run for Roses. En die drie paarden lopen ietsje weg bij op dit moment het paard dat vierde ligt, Vareno Fibber. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Met iets voordeel nu voor Jewish Toscana. Jewish Toscana, Yuri C. blijft meegaan. Run for Roses vlak daarachter. En die drie paarden zijn inmiddels halverwege de laatste bocht. Leiding makkelijk in handen nu van Jewish Toscana. Run for Roses zet nu de achtervolging in. Yuri C. ligt derde. En de vierde plaats daarachter is voor Vareno Fibber. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Wordt het nog een echt duel? Leiding in handen van Jewish Toscana. Run for Roses gaat het toch nog even proberen. Jewish Toscana. Run for Roses aan de buitenkant. Jewish Toscana heeft een lengte. Run for Roses probeert het wel, maar kan er net niet meer aankomen. Jewish Toscana wint met Maaike Wouda. Tweede plek is voor Run for Roses. Derde wordt Yuri C. En vierde, Vareno Fibber.